Ik weet niet. Heb ik er wat mee? Nee, niet echt eigenlijk. Sinds 1819 is de Leste Mechts in Druten een begrip. Maar we zijn nu meer dan 200 jaar verder en er zijn meerdere mensen die vinden dat die vastgebonden koeien en paarden niet meer van deze tijd is. Nou, ik ben benieuwd wat de bezoekers op de markt er vandaag van vinden, dus dat ga ik voor je uitzoeken. Bent u het trouwe bezoeker van de Drutense Leste Mechts? Ik ben een echte Drutense, dus ik ben een hele trouwe bezoeker. En wat vindt u ervan dit jaar? Ja, toch gezellig. Wel, het is niet zo druk, maar het is toch heel gezellig. Hoe gezellig vindt u de koeien en schapen en paarden aan het begin van de straat? Ja, dat is nog maar een klein beetje. Vroeger liep het tot hier. Ja, is dat zo, ja? Ja, en dan liep het echt tot het hier. De schapen was het meer veemarkt. En, maar het wordt natuurlijk steeds minder. Het is aan de ene kant is het wel zielig, maar het kan op zich ook wel. Ja, het is een traditie hier in Druten. Ja, ik vind het wel echt traditioneel. Dit is, hoort wel bij ons bij de Leste Mechts, ja. Koeien en erwtensoep, hè? Ja, het is een traditie hier in Druten. En vind je het niet een beetje zielig of dat totaal niet? Nee, dat vind ik niet zielig. Helemaal zonder vee kan niet. Ja, het is een traditie hier in Druten. Nee, het is een veemarkt, hè, van ja. Origine. Ja, het is eigenlijk veemarkt, inderdaad. Ja, ik ben daar gewoon mee opgegroeid, dus het is zoals het is, hè? Ja, het is een traditie. Ja, er zijn mensen die dat een beetje ouderwets vinden. Wat vindt u ervan? Ja, het hoort erbij. Traditie. Het hoort gewoon bij. Ja, ik hoor het bij de Leste Mechts, dus niet echt problemen mee. Ja. Er komt veel meer kritiek op dat zij daar staan. Nee, dat vind ik niet. Nee, oh, vertel. Nee. Kijk, vroeger stonden die koeien allemaal vast, de hele winter. Ja, en toen werd er niks gezegd. En dan moeten ze hier ongeveer een halve dag staan. En dat is het probleem. Ze staan er hier rustig bij, hoor. Ja, nee, ik zie het meer als een traditie. Dus ik vind het niet heel erg. Ik pak er nog één. Mag wel, toch? Ja, heel goed. Dank u wel. Dat is geitenkaas met Italiaanse kruiden. Kijk, ik ga nog wel even naar die andere. Heel lekker, dank je wel. Ik eet de hele markt leeg, man. Ja, wat vind jij ervan dat de koeien daar zo vastzitten? Ja, heel zielig, want ja. Ja. Ja, hoe kan ik dat vertellen? Meer. Laat de koeien zijn eigen leven leven, vind ik. Laat de koeien zijn eigen leven leven. Ja. Nee, ja. Ja. Ze zijn er nu dus omdat het een traditie is. Alleen dat. Ja, eigenlijk wel. En vroeger uit was het altijd ook al zo met de vee. Oké. En wat gaan jullie zo meteen? Want jullie zijn die kant op aan het gaan. Zijn jullie dan naar de kermis? Ja, dat dacht ik al. Ik zag het aan jullie ogen. Maar ik ga eerst nog even iets van Feyenoord kopen. Oké, doe dat maar. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Doei. 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 Oh ja, dat wil ik ook nog vragen. Het is best wel ouderwets, hè? Maar past het wel een beetje in 2022? Nee, niet echt, maar ja, het is toch een... Het blijft een traditie, ik blijf het zeggen, maar... Ja, traditie, ja.